Nou zijn er wat dingetjes gebeurd in de politiek, hè, de afgelopen 2-3 jaar. Wat was nou voor u het moment dat u zegt, nou dat vond ik het ergst wel? Nou, dat hij liegt, die Rutte. Okay. Hij liegt dat hij zijn eigen gelooft. Nieuws. Het vertrouwen in de politiek keldert. Volgens cijfers van het CBS had in 2020 nog 53% van de mensen vertrouwen in de Tweede Kamer. Dat is in 2021 gedaald tot 42%. Hoe zou dat toch komen? Hoe zit het met uw vertrouwen in de politiek? Nou, minder dan 1000%. Er zit helemaal geen vertrouwen in. Minder dan 1000%. Daarmee bedoelt u, het is 3 keer ruk. 3 keer kloten. Heb jij nog een beetje vertrouwen in de politiek? Nee, natuurlijk niet. Wie van vertrouwen in de politiek? Waarom niet? Ik weet niet, niks is geloofwaardig. Ze liegen de boel bij elkaar. Volstrekt begrijpelijk. Wij doen als politici natuurlijk hele rare dingen en de bestuurders doen ook hele rare dingen. Dus ja, als je dat meeneemt, dan begrijp ik dat Nederland gewoon denkt van, wat is hier in godsnaam aan het hand? Wat vond je het gekst eigenlijk dan de afgelopen jaren? Nou, misschien wel de vorming van dit kabinet. Dat je bijvoorbeeld Kajsa Ollengren, die het verschil tussen een granaat en een ananas niet weet, op defensie zet. Ik heb maar 50 jaar de pokken gewerkt en wat krijg je als AOW? Een grijpcijfer. Oké. Echt 50 jaar. Er moet meer aandacht naar de ouderen, zegt u? Ja, veel meer. Wat vond je nou het ergste? Ja, geen idee, alles. Ja, maar noem eens één ding dat je dacht, nou, nu ben ik er klaar mee. Ja, ik weet niet. Toen ze het open hadden gemaakt en daarna kwam er weer een lockdown. En die avondklok. Die avondklok was echt onnodig. Dan heb je Wopke Hoekstra. Dat was een hele goede minister van Financiën. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een stuivertje gewisseld en zitten ze alle twee op een positie waar ze niks van weten. Nee. Ja, dat snapt het land natuurlijk ook niet. Nou, jij en ik in ieder geval niet. En dan de rest van het land waarschijnlijk ook niet. Die dan al helemaal niet. Als wij het al niet snappen, Wieberen. Nee, maar wij zitten natuurlijk bovenop en je kijkt ernaar en je denkt, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Nou zijn er wat dingetjes gebeurd in de politiek, hè, de afgelopen 2-3 jaar. Wat was nou voor u het moment dat u zegt, nou dat vond ik het ergst wel? Nou, dat hij liegt, die Rutte. Okay. Hij liegt dat hij zijn eigen gelooft. Ja. Dus gewoon zo. Nou, ik denk dat ze met hun salaris niet beseffen hoe de gewone mensen rond moeten komen. En dat ze het ook niet merken in hun portemonnee als ze dan... Want u heeft het lastig? Ja. Ik betaal 1100 euro per jaar aan stookkosten. Oké. Okay. Blokverwarming, dus ouderwetse kun je het niet hebben. Nee. Woont u in een hut? Nou, zeg maar cellencomplex, want we wonen allemaal in junkie. Nou is het koud, maar het is toch ook weer niet zo koud? Jij loopt erbij alsof je in Moskou bent. Nee, ik heb gewoon sneeuw gezien in de ochtend. Dus ik dacht het zou heel koud zijn, dus daarom dat ik gewoon... Nou, het ziet er wel fancy uit. Ja, dankjewel. Zo'n halve vos om je nek. Ja, inderdaad. Doei. Doei.